Merci, monsieur Gilles Quinet. L'incident est clos. Aan de orde is de vraag van mevrouw Nele Leijnen over de combinatie pensioen en onbeperkt bijverdienen. Mevrouw Leijnen. Dank u wel, voorzitter, meneer de minister, collega's. Meneer de minister, u toonde alvast daadkracht. Hè. Nog voordat uw beleidsnota hier in het parlement besproken werd, heeft vorige week de ministerraad alvast het onbeperkt bijverdienen voor gepensioneerden goedgekeurd. Dus vanaf 1 januari mogen 65-jarigen of mensen die een loopbaan van 45 jaar achter de rug hebben, onbeperkt bijverdienen. De vorige regering die legde daarvoor alvast de fundamenten en ik ben blij dat u op dat pad verder gaat. En ik zou zeggen, eindelijk, collega's, eindelijk. Want mensen moeten de keuze hebben, mensen moeten de vrijheid hebben om zelf te kunnen beslissen of hoeveel en hoe lang ze zullen verder werken na hun pensioen. En onze arbeidsmarkt, onze economie en onze sociale zekerheid zullen daar alleen maar wel bij varen. En vandaag, meneer de minister, lees ik ook in de tijd uw volgende voorstel om het mogelijk te maken dat mensen deeltijds met pensioen gaan. Hè. Dus mensen hebben vandaag de keuze ofwel om vervroegd met pensioen te gaan, ofwel om verder te blijven werken. Maar u zou daar bovenop ook nog de keuze willen geven aan de mensen om deeltijds te gaan werken en deeltijds met pensioen te gaan. En daarover had ik, meneer de minister, toch ook wel een aantal vragen. Hoe ziet u dat? Hè? U stelt, of ik lees, dat u daarvoor het Nationaal Pensioencomité zal vragen om deze maatregel in te voeren. En dan heb ik de vraag dat het Nationaal Pensioencomité, dat moet nog opgericht worden. Dus wat zal de timing daarin zijn? En twee, hoe zal dat deeltijdspensioen er dan uitzien? Hè? Is het mogelijk dat mensen die dan deeltijds met pensioen gaan, welke rechten bouwen zij verder op? En wat betekent dat voor een volwaardig pensioen als zij er eens voor kiezen om volwaardig met pensioen te gaan? Alvast bedankt. Mevrouw Leijnen, meneer de minister. Beste collega, de regering is inderdaad voorstander van een vlotte combinatie tussen pensioen en werk. Daarom volg ik het voorstel van de commissie pensioenhervorming om een deeltijdspensioen in te stellen. Dit is een pensioen dat men zou kunnen opnemen vanaf de leeftijd waarop men vervroegd op pensioen kan gaan. Concreet neemt de werknemer dan een deel van zijn pensioen op terwijl hij verder werkt en hierdoor extra pensioenrechten opbouwen. Dit systeem zou een alternatief kunnen zijn voor de systemen die vandaag bestaan, zoals tijdskrediet, en loopbaanonderbreking. Het geeft vele voordelen aan de werknemer en aan de werkgever. Ik denk bijvoorbeeld aan een hoger pensioen voor de werknemer of aan kennisbehoud voor de werkgever. Het Nationaal Pensioencomité, dat in januari 2015 opgericht, zal uitgenodigd worden om dit idee verder uit te werken. Ook heeft de ministerraad tijdens zijn bijeenkomst van 7 november 2014 de voorstellen tot wet en koninklijk besluit goedgekeurd. Die ervoor zorgen dat de maximumbedragen voor het toegelaten beroepsinkomen dat gecumuleerd mag worden met een pensioen vanaf 1 januari 2015 worden afgeschaft. Hierdoor kan een gepensioneerd ouder dan 65 jaar vanaf 1 januari 2015 onbeperkt bijverdienen. Hetzelfde geldt ook voor gepensioneerden die een loopbaan van 45 jaar achter de rug hebben, zelfs indien ze de wettelijke pensioenleeftijd nog niet bereikt hebben. Ik ben een grote voorstander van keuzevrijheid voor ouderen die een professionele activiteit willen verder
verzetten na hun 65e of na een loopbaan van 45 jaar. Het is belangrijk hierbij te onderlenen dat dit via onze maatregelen binnenkort kan met integraal behoud van hun pensioen. Hierbij wordt het engagement van de regering om de limieten op toegestane arbeid op te heffen begin volgend jaar realiteit. Dank u wel, meneer de minister. Mevrouw Leijnen. Dank u wel, meneer de minister, voor uw antwoord. Ik kan alleen maar samen met u benadrukken hoe belangrijk die keuzevrijheid is, maar ook dat het essentieel is dat elke maatregel die we nemen, dat die vooral moet stimuleren, dat mensen goesting moeten blijven hebben om te blijven werken en aan de slag te blijven. En dan zou ik ook nog willen verwijzen dat daarvoor ook nog wel heel wat andere maatregelen nodig zijn. Het moet natuurlijk ook draaglijk zijn om te kunnen blijven werken. En ik verwijs heel graag naar bijvoorbeeld een voorbeeld van BMW in Duitsland, die een aantal jaar geleden in een bepaalde vestiging een pilootproject hebben opgestart om het mogelijk te maken waar oudere mensen werken, dat voor hun draaglijk is. Ze hebben heel wat aanpassingen gedaan in de fabriek zelf en het bleek dat pilootproject heel goed is geweest. De concurrentie met andere vestigingen waar veel meer jongere mensen werkten, die concurrentie, daar hebben ze bewezen dat de oudere werknemers ook aan de top mee staan en op basis daarvan heeft BMW ook beslist om ook een andere vestigingen die aanpassingen te doen. En ik denk dat we dat ook moeten meenemen in ons beleid. Dat we er vooral ook voor zorgen dat we vrijheid geven, dat mensen de keuzes kunnen maken, maar tegelijkertijd dat we het ook aanvaardbaar maken, dat mensen makkelijker kunnen blijven langer werken, dat dat ook fysiek, emotioneel en psychologisch kan. En dat lijkt mij ook erg essentieel voor deze regering. En wij zullen u daarin steunen vanuit onze fractie. Dank u, mevrouw Leijnen. Dank u, meneer de minister. Puis la question pour le ministre des classes moyennes.